Goedemorgen, allemaal gezegende Sabbat gewenst. We gaan het hebben vandaag over de eregalerij van geloof. Nou lijkt het een beetje alsof ik hetzelfde als op de 11e les ga hebben. Maar dat is toeval. Toen ik dit aan het voorbereiden was, wist ik niet dat de 11e les daarover ging. En dat zag ik dan toen ik de 11e les maakte. Maar het is wel een goede opwarmer voor degene die denken van oké, dan gaan we dus een stand dieper. De eregalerij van geloof. En dat gaat in dit geval over Jozua en een heel klein stukje over Rachab. Kijk, God wil graag dat we allemaal, of u nu hier zit of u kijkt, dat we in de eregalerij van geloof komen. En niet alleen degene die in Hebreeën 11 staan. Hij wil graag dat we allemaal erbij horen. Dus het lidmaatschap is beschikbaar voor iedereen die in geloof wandelen en op God zien. Dus als God komt in ons leven en uiteindelijk ons leven zal wegen, dan zal hij moeten zeggen, naar uw geloof zal u geschieden. En we worden niet gewogen op basis van onze roem, niet op basis van je opleiding, niet op basis van je geld, niet op basis van je kracht of je gevoelens of het lot, maar uitsluitend op basis van ons geloof. We gaan een tekst lezen in Hebreeën 11 vers 30. Daar staat, door geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Dat is mooi, hè? We weten dat het de werkelijkheid waren, dat het de engelen waren die ze omver geduwd hebben. Maar het was het geloof die ervoor zorgde dat de engelen ze omver duwden. Dus als die enorme sterke muren van deze stad, en ik heb hier een deel er maar van laten zien dat je een beetje beeld ervan hebt. Die machtige stad, die muren omvielen, dat doet geloof. Jericho lag voor de kinderen van Israël klaar. En God had de kinderen van Israël een land beloofd dat overvloeide van melk en honing. Maar tussen de vervulling van die belofte lag de machtige stad Jericho. Dan worden we als volk van God en als gelovigen steeds geconfronteerd met obstakels die we moeten verwijderen. Wat betekent het nou voor je persoonlijk? Het betekent dat door de Heer Jezus Christus en door geloof ook ik kan overwinnen. Omdat de duivel in jouw leven en in mijn leven voor zal zorgen dat er altijd een groot obstakel is. Dat het onmogelijk is om het Gods plan in mijn leven te voltooien. Ik weet niet wat uw Jericho is, noem ik het maar. Het kan zijn een familieprobleem. Het kan een financieel probleem zijn. Het kan een relatieprobleem zijn. Een onheilig leven of een ongezond lichaam. Of onvervulde dromen of niet herkende mogelijkheden of potenties. Maar ik weet wel dat we allemaal, zoals we in dit leven staan, problemen hebben die we moeten overwinnen. En Satan zal die als strategische kracht gebruiken om ons van God te verwijderen. Dus daarom, wat hier staat in Hebreeën 11 vers 30. Door geloof vielen de muren van Jericho om. Op geen enkele andere manier, gewoon door geloof. Als God nou een gigantische taak te vervullen heeft, is het de man of de vrouw die geloof heeft om die opdracht te vervullen. En niet een ander. Dus geloof is de schakel die ons niets verbindt met zijn almacht. Het is het geloof dat de klus klaart. Zoals de muren van Jericho konden instorten. Dat is wat God doet in u en in mijn leven. Hij bouwt ons geloof stap voor stap op. En we gaan zo een aantal stappen doornemen waar het uit kan bestaan. God heeft ons geroepen om Jericho te veroveren. In de geestelijke zin. Hij heeft ons leven gewonnen en ons leven gelaten om die stappen te zetten. En we kunnen dat zien. En in een paar strategische stappen gaan we dat met elkaar doornemen aan de hand van het verhaal van Jericho. Wat het betekent in ons eigen leven. We gaan naar de eerste strategische stap. We hebben een observatie van de stad nodig. Je kan namelijk niet iets doen als je niet eerst gekeken hebt wat je moet overwinnen. Laten we even naar de stad Jericho gaan. Dat is een stad uit de oudheid. En als u leest, dan ziet u Jericho was stevig gesloten. Ze hadden de poorten gesloten en het was onmogelijk eigenlijk om binnen te komen. Hier ziet u op het plaatje nog steeds dat eigenlijk een buiten- en een binnenmuur was. Dus het was echt niet makkelijk om daar binnen te komen. Al had je de een, dan moest je nog over de andere muur. Er kon niemand naar binnen en er kon niemand naar buiten. Het tweede was ook,
een stad van ongerechtigheid. De mensen van Jericho waren gewoon slecht en zondig, zoals bij de zondvloed. Er was niks goeds eigenlijk aan. Hun hart en hun leven was volledig afgeweken van de beginselen van God. En het was een hele machtige stad. Een stad van omvang. Het was een stad waar je het volk Israël in ongeveer iets minder dan een uur omheen kon wandelen. 50 minuten ongeveer. En daar waren ze allemaal binnen geallokkeerd. Een rijke stad. En alleen geloof in de almachtige God, kon er iets mee. Als we naar onze steden gaan, en dit is een foto van de grootste gokstad van de wereld, Vegas, dan zijn die gevuld met corruptie en vleeselijkheid. Steden zijn vervuld van zonde, afgoderij, verachtelijke en slechte dingen. Die kom je namelijk niet in het bos tegen. Dat is apart, hè? Maar wel in een stad. En Satan en zijn demonische geesten bewonen die steden. Ze lopen door alle straten. En vinden het prachtig dat het weekend komt, want dan zijn de uitgaansavonden en nachten waar ze hun gang kunnen gaan. De moorden die je leest na het weekend zijn een veelvoud van de moorden die in de 5 dagen daarvoor gebeurd zijn. Maar in het weekend gebeurt het. Als we nou het evangelie willen brengen in die steden, want er wonen mannen en vrouwen die daarop wachten, jongens en meisjes, dan hebben we geloof nodig om de bolwerk van de vijand neer te halen. Dat is niet de verantwoordelijkheid van iemand anders. Want als we dat zoeken, dan krijgen we het riedeltje dat niemand anders het zal doen. Het is dus onze eigen verantwoordelijkheid om te observeren naar de steden wat we daar zouden kunnen doen. Dus de vraag is, wanneer heb je nou zelf voor het laatst zo'n observerende blik gehad naar de stad vlakbij je of de stad waar je in woont? En wat zou je kunnen zeggen, God, wat kan ik nou doen om mijn stad te bereiken? Een kort intermezzo verhaal om te begrijpen wat ik bedoel. Het gaat over Jessica McClure. U zegt, wie is dat? Nou, het gaat ver terug, hoor. Het gaat meer dan 30 jaar terug. Zij viel in een put. In een put, zeg maar, gat in de grond. Waar ze nauwelijks uit te halen was. Helaas gebeurt dat nog steeds. En de scènes van haar redding, maar ook van haar hopeloosheid, kon je toen de tijd op tv zien, ook in Nederland en in de krant. Gelukkig werd ze gered, dat zien we hier ook. En niemand maakte zich bezorgd hoeveel geld dat wel gekost had om dat kleine meisje te redden. Kon we dat wel betalen? Heeft niemand zich gevraagd. Toen de kleine Jessica wat groter was, mocht ze naar de toenmalige president van de Verenigde Staten, dat was Ronald Reagan, zo lang is het geleden. En ook hij heeft niet gezegd, weet je wel hoeveel het gekost heeft om jou te redden? Ze waren blij dat het meisje gered was. En nu is ze een volwassen vrouw en staat ze vrolijk in het leven en kan ze vertellen dat ze dankbaar is dat de mensen haar gered hebben. Waarom vertel ik dit mooie verhaal? Er zijn dingen die op dit moment gebeuren die veel tragischer zijn dan een meisje in een put die gered wordt. Tragischer, veel mensen vallen bijna dagelijks in een hel. En we maken ons eigenlijk nauwelijks drukker om. We gaan eraan voorbij en vinden het storend eigenlijk dat al die mensen niet wat zinvoller naar hun leven vervullen, niet van hun verslaving af kunnen komen en dat ze de urgentie niet begrijpen, dat ze zelf iets moeten doen. In plaats dat we denken, wat kan ik gaan doen? Ik heb net verteld dat ze naar Jericho kijken, dat die deuren, de poorten waren gesloten. De vijand had letterlijk het volk Israël buiten gesloten. En als God er niet was geweest, waren ze nooit binnengekomen. Dus waarom is het nou zo vermoeilijk voor ons om op scholen, dorpen en steden binnen te komen, omdat de vijand de deuren dicht houdt? De vijand zal de deuren dicht houden voor de boodschap van God die komt. Altijd. Hij zal problemen oproepen, dat je denkt, ja, kan ik het wel maken? Kan ik het wel doen? Als we echt een geloof hebben, maakt het niet uit wat de duivel doet. Geloof is veel machtiger dan alle demonen bij elkaar. Zodra het geloof is en het gebed komt, siddert de duivel. Dus nog een keer, Jericho is een symbool, zeg maar, voor de obstakels die ons ervan weerhouden om Gods rust binnen te gaan en het beste daarin te ervaren. En God heeft een plan van succes. Het plan van God is niet tot mislukking gedoemd. We gaan naar de tweede strategische stap.
Je moet een oriëntatie op Jezus hebben. Als je Gods plan kent, en Gods plan is heel eenvoudig. Die wil dat we gered worden voor de eeuwigheid. Dat we zijn zoon Jezus aannemen als onze verlosser en naar zijn wil leven. Daar hoef je geen dik boek voor te studeren, daar hoef je geen hoge opleiding voor te hebben. Als je dat wil, dan kan je gered worden. Dan als je naar Jericho kijkt, dan komt er een goddelijke tussenkomst. Ik ga niet alle bijbelteksten lezen, maar het mooie is als je naar Jozua gaat, dan staat iedere keer, de Heer zei tegen Jozua. En dan komt het weer terug, de Heer zei tegen Jozua. U kunt het zien in Jozua 1, 3 en 5. Dan mogen we terugkomen naar de plaats waar de stem van God in ons hart hoort. Dan moet je je voorstellen dat iemand tegen je zegt, de Heer zegt tegen Hans, rekker. Of vul uw eigen naam erin. Dat staat hier. En toch is het zo, de Heer klopt aan ons hart en zal ons persoonlijk aanspreken. We lezen de tekst in Jozua 5, vers 13, 14 en 15. En daar staat, het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe, want hij was geen bange man, en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En nu het rare antwoord. Hij zei, nee. Ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde boos zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger van de Heere tegen Jozua, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Waar herkennen we dit van? Een soort tekst van Mozes bij de brandende braambos was. Het is dezelfde man die sprak toen. En dezelfde man die nu op dit moment als hoge priester staat in het heilige der heiligen. Het was Jezus Christus zelf. En Jozua is zich daar bewust van, er is niemand meer in de buurt. Moet je zich voorstellen dat er iemand staat die zegt, ben je een vriend of een vijand? Friend of foe? En dan antwoordt iemand, nee. Dat is een raar antwoord, want hij is geen van beiden namelijk. Hij neemt het namelijk over, zegt hij ook. Hij neemt het bevel over. Ik ben de opperbevelhebber van het leger van de Heer. Ik kies geen partij, ik kom het gewoon overnemen. Dat is namelijk de almachtige Heer Jezus. Dus Jezus en Jozua is een mooie symboliek voor ons om te zeggen dat wij denken, God zal dit of dat doen. Nee, zegt God, ik ga mijn eigen plan doen. En wij hebben vaak in ons leven heel veel plannetjes. Als we nou dit doen, dan kan dit doen en dan kun je het misschien zo regelen. En God heeft zijn eigen plan. Waar wij onderdeel van uitmaken. God maakt geen onderdeel van ons plan uit. Wij zijn onderdeel van Gods plan. Hoe noem je nou Jezus in dit geval? Het is een beetje een raar woord. Ik noem het maar even de voorgeïncarneerde Jezus. Degenen die Spaanstalig zijn weten dat carne is vlees. Dus Jezus was nog geen vlees geworden. Hij was nog geen mens geworden. Dat werd hij pas bij de geboorte op aarde bij Maria. Dus het is de voorgeïncarneerde Christus. Dat is een interessant woord. Hè? Hij ontmoette hier de Heer Jezus. En in de Bijbel, in het Oude Testament, zien we Jezus heel vaak komen. Hij komt op bezoek bij Abraham. We zien hem hier komen. Hij was degene bij Mozes. Oog in oog met zijn verlosser staan. En wat doet Jozua? Ik denk dat we het allemaal zouden doen. Valt neer op zijn knieën en aanbidt zijn Heer. Ons geloof en groeit als we de Heer aanbidden. We gaan het niet opslaan, maar in Hebreeën 12, vers 1 en 3. Dan gaat de schrijver van de Hebreeën Paulus ons vertellen dat we geloof moeten hebben. Dat we moeten kijken naar Jezus, de auteur, dus de schrijver, en voleindigen van ons geloof. En Jozua deed dat precies zo. Hij keek op naar de Heer Jezus. En zijn geloof begon te groeien in zijn leven. Als we naar onszelf kijken, en heel veel mensen zijn dat, dan zijn we vaak probleembewust. We zien het probleem. Groot vaak. En Jozua zag Jericho. Een heel groot probleem. Je moet je ogen dus van Jericho afhouden en die richten op Jezus. Dan zie je de weg van het geloof. Dus blijf niet stilstaan bij de problemen. Sta stil bij je Heer. Zie op Jezus, de auteur en voleinder van je geloof. Aanbid hem, buig voor hem en leer nou van je problemen weg te kijken. Dat is niet om ze te negeren. Maar als je alleen maar geobsedeerd bent door problemen, ja, dan zijn ze groter dan jezelf.
Een ander ding wat ik in me opkwam toen ik dit voorbereiden was, is: geloof groeit niet in het hart van rebellen, van opstandige mensen. Rebellie en geloof zijn niet in hetzelfde hart en niet in hetzelfde leven. U zult nooit geloof hebben voordat u bereid bent te buigen voor Jezus. Als u dat niet bereid bent, kan hij niet werken. Want wat zegt Jozua nou hier exact? Wat zegt mijn Heer tot zijn dienstknecht? Het zijn bijna dezelfde woorden die Paulus antwoordde toen hij Jezus tegenkwam. Wat wilt u dat ik doe? Maar in iets andere woorden, maar de strekking. Wanneer heeft hij voor het laatst gezegd tegen Jezus: wat wilt u dat ik doe? Ik zal doen wat u wilt dat ik doe. Ik zal zijn wat u wilt dat ik ben. Ik zal zeggen wat u wilt dat ik zeg. Ik zal geven wat u wilt dat ik geef. Dus geloof begint bij de Here je te buigen voor Jezus Christus. Ik zei net al, het is veel belangrijker om aan Gods kant te staan dan God aan jouw kant proberen te krijgen. Dat zei Jozua niet. Jozua zei niet van: Here, kom mijn handje helpen. Hij zei: Here, wat wilt u dat ik doe? We hebben dit gezien, er was een directe goddelijke interventie. Nu komt er een directe inspiratie. Wat is nou het antwoord van Jezus hier aan Jozua? Kijk, zegt hij: Jozua, ik heb Jericho in jouw hand gegeven. Was er niks gebeurd, hè? Maar hij zei: ik heb het aan je hand gegeven. Dus God vertelde Jozua dat de kooplieden, de koning, de soldaten allemaal in zijn handen waren gegeven. Dus het is Gods plan dat als wij iets doen, dat we alles krijgen uit zijn hand. Inclusief alle politieke en andere sociale arena's die we zouden moeten nemen. Hij wilde met geloof gaan naar de plekken waar hij ons heen wil sturen. En dat kan de grote stad zijn of het kleine dorp. De derde wat we zien, er was een duidelijke instructie. Wat was nou die duidelijke instructie? We lezen daar in Jozua 6, vers 5. En het zal gebeuren: als men een langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als er een bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen, dan zal de stad nu instorten en het volk moet er overheen klimmen, ieder recht voor zich uit. Dus niet helemaal versnipperd, nee, ieder had zijn eigen stukje. Even terug naar onszelf. Als nou iemand hier in de gemeente, in de huishoudelijke vergadering bijvoorbeeld, zou opstaan en suggereren dat God hem had geopenbaard, dat iedereen in de gemeente nou zo vaak als nodig is door de stad moet marcheren, op trompetten blazen en luid juichen, dat dan iedereen zal komen, dan zouden we zeggen: in de tucht minstens. Daar hebben we rare dingen bij. Maar dat gebeurt hier, hè? Dus als we dat nu naar het heden vertalen, denken we: mooi verhaal, maar hoe zit het in de tegenwoordige tijd? Even een kort intermezzo. Dat gaat over de weg van het geloof zelf. Dit gaat over de periode dat het Westen veroverd werd van de Verenigde Staten. Dat is 1849. Toen was er goudkoorts. Nou, die is er nog steeds af en toe. Als mensen denken ergens goud te vinden, dan gaan ze naartoe. Tegenwoordig is het de optiebeurs of de speculantenbeurs of weet ik al wat. Het gaat digitaal vaak. Maar deze mensen trokken van St. Joseph, Missouri, naar het Westen. En dan komen ze een bordje tegen. Die moet kijken waar deze karren door worden getrokken. Niet door paarden, maar door runderen. En dan heeft ze een bordje: kies je sleur zorgvuldig, want het is een lange weg. Wat betekent het nou als je ergens wil komen, en zij wilden graag aan het Westen komen, dan moet je ervoor zorgen dat je niet in de sleur van vormen en rituelen terechtkomt. Met andere woorden, dat je niet alleen naar de gemeente gaat omdat je iedere week naar de gemeente gaat, omdat het nou zo hoort, omdat ze dat van je verwachten. Maar wees eraan gewend, het zal gaan tot het einde toe. Het is een blijdschap. Zoek je sleur. Zoek de frisse aanraking van Gods geest in je hart, in gezinnen en gemeentes. Derde strategische stap. Je moet een operationeel plan hebben, anders lukt het niet. Voor degenen die van vroeger zijn en die E-team kennen, met Hannibal zegt: ik geniet ervan als een plan slaagt. En dan stak hij een dikke sigaar op. Maar het gaat erom dat ook God niet zonder plan werkt. Denk maar aan het verlossingsplan wat gemaakt is voor de grondlegging der wereld.
Dus als we de problemen hebben vastgesteld in je leven, dan kan je Gods plan gaan uitwerken. Als we Jezus hebben gezien en ons zwaard aan zijn voet hebben gelegd, want dat deed Jozua ook, dan kunnen we misschien de stad innemen met de kapitein Jezus. We gaan een Bijbeltekst lezen verder in Jozua 6, vers 6 en 7. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters, en zei tegen hen: draag de ark van het verbond en laat 7 priesters 7 ramsbazuinen dragen voor de ark van de Heere uit. En tegen het volk zei hij: trek verder, ga rondom de stad en wie toegerust is voor de strijd moet voor de ark van de Heere uittrekken. Wat ging hier vooraan was dus letterlijk de fysiek. God trok voor hem uit, want bij de ark was ook de heilige Sregina. Als je God vooruit laat gaan in je leven, is het een stuk makkelijker. Dan wordt de weg geëffend en heeft je leven een doel. We gaan vers 10 erbij lezen. Hoe deden ze dat? Jozua had echter geboden: u mag niet juichen, u mag uw stem niet laten horen en geen woord mag er uit uw mond gaan tot op de dag dat ik tegen u zeg: juich. Dan moet u juichen. 6 dagen lang trok je daar een paar miljoen mensen. Vooraan de priesters, dan de vechters en dan de rest van het volk. Een rondje rond de stad, stil. En reken maar op dat bovenop de muren de mensen hebben gezegd: ik ga daar niet binnen. Ze hebben gejent, ze hebben gejouwd, want ze zeiden niks. Ze zullen bespot zijn, uitgelachen zijn. Jullie kunnen toch niet binnenkomen, loop je rondje maar. Het is wel bizar dat de 5e en de 6e dag en ze het beven rondlopen. Ook beangstigend misschien wel. Dus we zien dat Jozua dat gebod van God nakomt. Hij deed precies wat God zei. Hij luisterde naar God. En zo moeten wij ook gehoorzamen als we de stem van God horen. En die kan je horen door de Bijbel te lezen. Dan weet je wat God dat je wil zeggen. Het mooie wat ik ook zie bij dit volk is dat ze samenwerken. Nou staat dit volk niet bekend om gehoorzaamheid. Ze staan bekend om zeurpieten, murmureren. Ze willen dan of vlees, dan willen ze water en dan is de weg te lang. Maar ze werken samen. En ze houden hun mond. Ze zeuren niet. Weet u wat ik wel eens denk? God was dat klagen van ook dat volk wel eens beu. En soms is hij misschien ons klagen ook wel beu. Gelukkig zegt hij nooit: hou eens op met zeuren. Maar dat zou hij best kunnen zeggen. Hou op met zeuren, hou op met murmureren, hou op met onnodig te praten. Er is een verhaal bekend over monniken. En u weet wel, sommige monniken hebben de zwijgplicht. Dat is een lastige. En dit is een verhaaltje dat ik las, vind ik wel mooi, ik wil het je graag vertellen. Dat ze 1 keer in de 5 jaar mochten ze spreken. En er kwam een nieuwe monnik binnen. En dan 5 jaar lang mocht hij op het plein 2 woorden spreken. En dan zei hij na 5 jaar, slecht eten. Als je dat pas na 5 jaar mag zeggen, dan is de feedback wel ingewikkeld. Maar goed, dan nog een keer 5 jaar, we zijn inmiddels 10 jaar verder, sprak je weer 2 woorden. Zwaar werk. Oké. Misschien was het eten beter geworden, dat weet ik ook niet, dat zegt het verhaal niet. Maar na 5 jaar was als jonge monnik binnengekomen, na 15 jaar was je ook al op leeftijd gekomen. Toen zei hij: ik stop. En hij stopte. Maar waarom zeg ik dit allemaal? Klagen wij niet af en toe over het werk van Jezus ons opgeeft, draagt? Dat we zeggen: ik moet wel een beetje veel doen eigenlijk. Het is wel veel. Weet je wel wat God allemaal van mij vraagt? En dan hebben we medelijden met onszelf. En misschien klagen we er wel bij anderen over. Bellen we broeder Lambert op als gemeenteleider of broeder de prediker op en zeggen: het is wel heel veel wat ik moet doen. We hebben het zwaar. Ja, hoe is het zwaar? Het is niet het moment om te klagen, maar juist om voorwaarts te gaan in de naam van Jezus, om je geloof te laten zien. Wat betekent als je vastberadenheid van het geloof hebt? Laten we maar kijken naar het volgende in vers 11. In Jozua 6 vers 11 staat: hij liet de ark van de Heere rondom de stad gaan, 1 maal eromheen. Toen kwamen ze weer in het kamp en overnacht in het kamp. Hiermee bevestig je eigenlijk de belofte. De eerste keer dat we uitgaan, zeggen we tegen de Heer dat we zijn roep hebben gehoord en bevestigen we onze belofte aan hem.
En als we dan bij het altaar komen, dan zeggen we dat we beloven te doen wat u ons heeft geroepen. Ze bevestigden hun belofte en zetten het plan voort. We gaan naar vers 12, 13 en 14. We gaan door met het plan. En daarop stond Jozua 's morgens vroeg op. We zijn bij de zevende dag. En ik zeg niet dat het een Sabbat is. Het is de zevende dag van de rondgang. Maar ik heb geen idee waar de Sabbat daarin valt. Het verhaal vertelt het niet. En ik kan het ook niet vinden. En de priesters droegen de ark van de Heer. De zeven priesters die de zeven ramsbezuinen droegen voor de ark van de Heer uit. En liepen alsmaar door en bliezen op de bezuinen. En zij die toegerust waren voor de strijd, de soldaten, gingen voor hen uit. En de achterhoede, het volk, kwam achter de ark van de Heer aan. Terwijl men al lopend op de bezuinen blies. Ze gingen voor de tweede dag eenmaal rond, ze keerden terug. En zo deden ze 6 dagen lang. Dus het is niet genoeg om in 1 keer te zeggen dat we God gaan dienen. Elke ochtend sta je op en moet je opnieuw wijden aan God. Ze bevestigen hun belofte. Naar de voltooiing van het project in vers 15. En op de 7e dag dat ze vroeg opstonden, zodra de dageraad aanbrak, dus bij het ochtendgloren, en daarin Israël zal het om 7 uur 's morgens zijn, dat ze op dezelfde wijze rondom de stad gingen, 7 maal. Dat is ongeveer 7 uur lang, hè? Dat is een uurtje, dat is 7 keer. Alleen trokken ze op die dag 7 maal rondom de stad. Ze bleven doen wat God hun zei. Moet je je nou voorstellen wat het probleem is? Als je nou 6 keer doet wat God zegt en dan stopt, dan gebeurt er niks. Het maakt niet uit dan dat je zegt, ja, maar ik heb 6 dagen de Heer gediend en niks gebeurt. God zegt dat we moeten doorgaan tot ons werk is voleind, voordat we klaar zijn. Dus niet stoppen als je halverwege bent. Je zegt, ja, maar ik ben nou moe. Ik ben nou wel zat, ik heb het al 6 dagen gedaan. Ik geef maar een klein voorbeeld. Je praat ook tegen jezelf. Hè? We zijn bezig met een nieuwe keuken. En mijn gezin denkt, ha, hij heeft er ook last van. Dat is niet leuk. Ja, wel, een nieuwe keuken is wel leuk, maar niet wat daarvoor gebeurt. Er is veel rommel. Alles staat in dozen. Je kan niks vinden. We hebben een tent in de tuin opgezet waar we de doos in hebben gezet, zodat we het eruit kunnen pakken. En dan wordt de keuken eruit gesloopt. Dat geeft weer een hoop rommel. Dan komt de loodgieter, de elektricien. Nog steeds rommel. De vloer moet opengebroken worden. En dan komt de installatie. Dat duurt ook een paar dagen met de leverancier. En dan hopen we dat de rommel opgeruimd wordt en dat we eindelijk van onze nieuwe keuken kunnen genieten. Dan stel je ervoor dat je stopt voordat de leverancier komt. Die zegt, nou, ik ben zat hoor. Al die rommel, ik ga het weer terugzetten. Je moet dezelfde vastberadenheid hebben als je het werk van de Heere doet. In steden, dorpen, op je werk. Er zullen slechte dagen zijn, maar de Bijbel vertelt ons de toewijding van het geloof en de vastberadenheid. We gaan naar de geloofsverklaring zien. In Jozua 6, vers 16. En het gebeurde toen de priester de 7e maal op de bezuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei, juich, want de Heer heeft u de stad gegeven. We zien hier een paar mooie dingen in. De verwachting van Gods prestatie. Toen ze die dag riepen, stonden de muren er nog steeds. Het was een overwinningskreet, ze schreeuwden. Ze anticipeerden op het optreden van God. Het tweede is, je moet je associëren met Gods aanwezigheid. Want elke keer als ze rond die stad gingen, ging de ark ook mee. God wandelde regelrecht voor zijn volk uit. Als God aan onze zijde staat, dan heb je toch alle reden om te juichen. God zal voor ons de steden geven die we willen winnen. De plekken waar we het evangelie willen brengen, zal hij ons geven als wij zijn wil willen doen. En als laatste stapje zeg ik in dit geval, de toejuiching van Gods kracht. Ze riepen naar de mensen van Jericho dat de stad binnenkort voor hen zou zijn. Dat zij was dat gejuich. Ze werden bespot en daar waren ze stil onder. De overwinning was een toejuiching van Gods kracht. Dat je mag leren toch ook om dat te gaan doen. We staan er nou niet op, hè, maar het wordt geïllustreerd in Hebreeën 13, vers 5 en 6. In 2 zinnen. Want in vers 5 staat duidelijk, want hij heeft gezegd. En in vers 6 het, daarom zeggen wij met goede moed. God zegt niet voor niks, ik zal je nooit verlaten. Echt, ik zal je helpen. God heeft het gezegd. En als God het zegt, mag je bereid zijn om het te zeggen. God heeft al gezegd dat de plekken waar wij het evangelie weer brengen van ons zijn. Als je naar een stad wil, of dat Amsterdam mag zijn, Rotterdam, Den Haag of Arnhem. Als God het wil, zal hij die stad in ons geven.
Niet in de letterlijke zin zoals Jericho, maar wel in de geestelijke zin. Er zullen gelovigen zijn die daarop zitten te wachten. De Joden riepen hier de overwinning, want ze wisten, hoewel de muren daar stonden, God in de overwinning had geschonken. Kijk, dat is geloof. Belijdenis is van binnenste buiten gekeerd geloof. Het is wanneer we God letterlijk op zijn woord nemen. Ik geloof dat God alles heeft beloofd, dat we kunnen zeggen, als God heeft gezegd dat de overwinning van ons is, dan is hij dat ook zo. Hoe kan je dat nou laten zien als een soort demonstratie? En deze zijn klaar. We hebben net gezien in Jozua 6, vers 20. Het volk juichte toen ze op de bezuinen bliezen en de muur stortte in. En toen de bezuin klonk en het volk schreeuwde, stortte de muur in en de mensen liepen naar binnen. Ieder recht voor zich uit. Dus iedere christen zou nou de demonstratie van zijn geloof moeten laten zien om voor zijn deeltje zijn werk te doen. Dus recht vooruit te gaan, dus wat in jouw blikveld is. Je niet bemoeien wat van een ander is. Niet zeggen, ja, maar waarom doet hij zijn werk niet? Of zeggen, maar waarom doet hij zijn werk, zij zijn werk niet? Nee, de bedoeling is dat je recht vooruit kijkt om jouw werk te doen. Ik heb het meegemaakt en een aantal hier ook. Ik was verbaasd toen op 9 november 1989 de Berlijnse muur viel. Ik had niet verwacht dat het op dat tempo zo snel zou gaan op dat moment. Vanaf 1961 stond die muur daar. Die scheidde Oost- en West-Berlijn. En waar de grenspolitie de opdracht had om iedereen neer te schieten die over wilde steken. En op 9 november 1989 was het open. God doet wonderen. Als je gelooft dat God wonderen blijft doen in het leven, in het hele hier en nu, dan kan je je ogen openen. God is namelijk gespecialiseerd in het neerhalen van muren van zonde en afscheiding. We hebben kunnen het zien bij Jericho. Je kan het ook zien in Oost- en West-Berlijn. Tegenwoordige muren zijn niet fysiek, maar spiritueel. En God is machtig om die ook neer te halen. Overwinningen kunnen we zien in onze gemeentes. Overwinningen kan je zien in je eigen leven. Nu gaan we naar de laatste stap. Wat betekent nou het overdragen van je geloof? Nadat de muren van Jericho waren gevallen, werd er een getrouwe opdracht gegeven aan twee mannen die de stad hadden bespioneerd voordat de muren vielen. Het was een trouwe opdracht. En Jozua 6, vers 22. En Jozua zei tegen twee mannen, de verkenners van het land, ga het huis van de vrouw, die hoer, binnen en breng die vrouw vandaan naar buiten met alles wat van haar is, zoals u haar gezworen hebt. Wat opvalt is dat die mannen het zonder overleg beloofd hadden. Ze hebben niet gezegd, ja, we moeten even rugspraak houden met onze leider. Of we moeten even God vragen of ze wel mag wat we doen. Zij beloofden op basis van de overtuiging die ze hebben, hun belofte. En Jozua voerde hun belofte uit. Dat is mooi. De mannen vonden Rahab en haar familie. En ze brachten haar een trouwe ziel in het hemelse gezin. En de Heer heeft ons opgedragen om deze wereld binnen te gaan. Onze steden binnen te gaan. Naar de verlorenen te gaan. Naar de bijna omgekomen mensen. Om ze te redden van pijn en oordeel. Als we die roep hebben, dan kunnen we mensen redden uit een stad die verwoest wordt of een wereld die verwoest gaat worden. In Jericho bleef geen steen op de andere. Er bleef niemand in leven. Zo zal deze wereld op een moment vergaan. Er zal geen steen op de andere blijven. Bergen zullen verdwijnen. Eilanden zullen verdwijnen. Iedereen zal sterven, tenzij ze gered zijn door het geloof van Jezus Christus. Dus als we die boodschap mogen brengen, niet door kracht of geweld, maar door geloof, mogen we mensen redden. Misschien je eigen gezinsleden, of je familieleden, of je collega's, of je buren, of de mensen in je directe invloed, die recht voor je uitstaan, zonder dat we daar ingewikkeld verhaal over maken. Ik las een verhaal van een andere hoer, een prostituee, die in een ziekenhuis lag in Brazilië, op sterven. En waarom lag ze op sterven? Omdat ze ziek was van haar levensstijl, dus een ernstige geslachtsziekte. Hoewel ze zwak en bijna dood was, keek ze op haar bed en ging ze bidden. En haar gebed was eenvoudig. Jezus, als u mijn zonde kunt vergeven en mijn lichaam kunt genezen, zal ik mijn best doen om anderen over u te vertellen. En het wonder gebeurt. Op dat moment van geloof en berouw werd deze zondige vrouw gered. Ze werd weer beter. En wat heeft ze gedaan?
alle mensen vertelt in haar directe omgeving dat Jezus haar gered heeft. En dat getuigenis is een krachtig getuigenis. Zo hebben we allemaal iets te vertellen dat we gered zijn door het bloed van Jezus Christus. We mogen het allemaal vertellen aan iedereen die we kennen. Net als de Joden in Jericho het eiste levens van de mensen die niet geloofden. Laten we nou alsjeblieft de mensen zorgen dat we die willen redden, dat ze gered worden. Het duurt misschien niet voor lang voor er weer een bezuin klinkt. De laatste bezuin voordat Jezus weerkomt. En dat is dan van de engel die bezuin blaast voor het laatste oordeel. En als gemeente, als gelovigen, hopen dat Jezus spoedig weerkomt. Maar totdat hij weerkomt, hebben wij de opdracht om ons geloof uit te dragen. Om de mensen te vertellen over waarom wij geloven. En waarom het fijn is om in Jezus te geloven, dat iedereen het kan om die hand aan te nemen. Ik kom tot het einde en tot de conclusie. Het gaat over de eregalerij van geloof. In Hebreeën 11. Daar staan mooie namen. En God wil graag dat we er allemaal in staan. Iedereen die kijkt, iedereen die hoort, dat we in die eregalerij mogen staan bij Jozua, bij Abraham, bij Rahab. Aan de hand van die aantal stappen hoe het geloof werkt, herhaal ik het nogmaals. Observeer je omgeving. Dat is niet eerst voor je wat gaat doen, maar kijk eerst. Richt je dan op Jezus als tweede stap. Hij is de voleinde van ons geloof en de auteur. En dan kunnen we samen met Jezus de verovering ingaan van wat hij voor ons opgaat. En als laatste mogen we het geloof overdragen wat in ons groeit en bloeit dat we niet kunnen inhouden. Mogen God ons zegenen. Maranatha. Amen.